Het lukt niet. Tenminste, ik zou niet weten hoe je het op een andere manier moet uitbeelden dan met meerdere spelers. Die er ook tijd en energie in willen steken. Om teksten uit hun hoofd te leren en dat soort dingen. Daar kon je niemand voor vinden hier binnen? Ik heb het gevraagd. Maar het wordt niet gedaan. Of ze zijn... Want hij was... Brennan heb ik het gevraagd. Die was toen bezig met de gym. Dat snap je heel goed. Daar is hij al heel lang mee klaar. Ja. Maar hij is altijd wel bezig. Heb je hem nog gevraagd nadat hij met de gym is klaar was? Ja. Ja. Okay. En toen zeiden die ook van... We beginnen volgende week. Ik vond oké, is goed. Ja. En toch is dat niet gebeurd. Maar nu komt Igor. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. En wie weet. Misschien uiteindelijk wil Brendan toch gewoon weer met me doen. Want hij heeft nu wel echt veel meer tijd. Maar zijn er bij acteren ook niet gewoon heel veel dingen die je zelf kan oefenen? Uitspraak, emoties, gezichtsuitdrukkingen. Zijn toch allemaal dingen die je voor de spiegel kan oefenen? Ja, dat zou kunnen. Maar ik ga niet... Dat duurt niet heel lang, denk ik, als je voor een visspiegel staat om emoties te oefenen. Nee, dat zou je toch elke dag een uurtje kunnen oefenen? En uitspraak. Voor een spiegel staan. Gezichtsuitdrukkingen. Ja, ik weet niet. Ik zie me dat niet snel doen hier. Oh. Oké. Okay. Ja, ik weet niet. Ik denk dat dat wel belangrijk is bij acteren. En alles wat je zelf kan oefenen zonder dat je iemand anders nodig hebt, dat zou je echt zelf moeten doen. Maar daarom komt ook Igor. Jawel, natuurlijk. Waar ik heel blij mee ben. En ja, dat gaf wel een beetje sprankel weer. Dat ik dacht van ja, daar doe ik het voor. Ja, dat is een extra stimulans. Maar als je echt iets wil bereiken, is het wel belangrijk dat je het ook doet op de momenten dat je niet een externe partij hebt die je ergens mee helpt. Dat moet wel echt... Maar dat heb je hier buiten ook nodig. Jawel, maar dan kan je ook zelf oefenen. Snap je? Dans is, als je danseres wil worden, dans is fijn om met een dansleraar te doen. Maar zelf kan je het ook doen. Mag ik... Ja, pak maar van boven. Boven? Ja. Maar wanneer komt hij? Rechts op de Katie-tafel. Wat hij stuurde is eigenlijk van... wat stuurde hij? Iets van... Kan je de opdrachten sturen? Want we gaan beginnen aan... We gaan aan de slag, zei hij. Ja. Dus toen stuurde ik de opdrachten, want die had ik een dag erna al af. En dat is volgens mij een maand geleden bijna. Ja, heb ik allemaal opdrachten gemaakt. En scènes ook verzonnen. En daar wacht ik nu nog op een mailtje. Met de datum en wanneer en hoe laat. En... Wat gaat het kosten? Ik heb geen idee, maar ik heb nog dromen gehad. Ja? Ja. Ik heb niet aan mijn dromen gehad gezeten. Je hebt toch een filmavond gehad? Ja, dus? Dat was toch je droom? Mijn dromen geld. Ja? Ja? Daar heb ik niet aan gezeten. Maar de filmavond was toch je droom? Ja, het acteren is mijn droom. De filmavond was onderdeel van mijn droom. Ik zal het in ieder geval voordat je ergens akkoord op geeft, eerst even in de groep gooien. En hoezo? Als vraag mag. Nou, omdat iedereen dat doet.
Ja, maar ik heb toch geen... ik weet toch niet hoe of wat en qua kosten en wanneer die komt. Ik heb toch nog niet alle informatie die ik in een groep moet delen. Nee, dan hoef je het nu ook nog niet te doen. Nee. Maar zodra je informatie hebt... En dan alsnog heb ik mijn dromengeld waar ik het van kan doen. Wat de uitkomst ook is, het is altijd lekker dat de groep het weet, toch? Ja, maar dan krijgen jullie het zeker te horen. Oh, 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 wat is het lang geleden, lang geleden. Ja. Kraam opbouwen om 8:30 morgenochtend. Ja, dat is toch prima. Ja, Jesse, het wordt 8:30. Perfect. Ja. Oh, dan moet ik sowieso wel wakker zijn. Dat pakken. Ja, je loopt me echt zo arrogant voorbij. Ja. Oh. Oké. Okay. Nou, sorry. Dat was niet de bedoeling. Hij deed wel. We hebben op zich wel wat leuks, toch? Ja. Om mee te beginnen. Gaan jullie samen schilderen? Ja, ik heb een nieuwe droom. Wat dan? Nee, grapje. Schilderen. Nee, ik... Schilderessen worden. Schilderessen. Ik wil op die witte muren een schildering gaan maken in het... Oceaneren, kom niet met je drama. Tattooshop. In de tattooshop. Maar omdat Fren daar ook de nagels gaan doen, wil ik het wel, zeg maar, samen met haar gaan bekijken wat erop komt. Ja. Ja. Oké, zullen we omkleden dan? Ja. Oké. Oké, doen. Was een fijne samenwerking. Handig, moet ook ding doen. Voor de omkleden, het is 3:30. Aan doen. Waarvoor? Omdat we zo naar bed gaan. Het is al 3:30, hè? Het is hartstikke laat, man. Oma is moe. En je slippers. Ja. Hoi, hoi. Oh, zou ik dan mijn andere... Zou ik Denzel dan meenemen uit de badkamer? Ja. Och. Och. Poesje, nigger, kom niet met je draad.